Goedemorgen, dames en heren. Welkom op dit webinar. Mijn naam is Niels Duquet. Ik ben directeur van het Vlaams Vredesinstituut en ik ben heel blij jullie hier vandaag te mogen verwelkomen op een eerste thema-webinar naar aanleiding van onze evaluatie van het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Nu, deze evaluatie hebben wij uitgevoerd op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het volledige onderzoeksrapport dat in december werd gepubliceerd en het bijhorende advies van het Vredesinstituut, dat kunnen jullie op onze website vinden. Nu, die evaluatie die we gedaan hebben, die gaat zowel breed als diep in op de problematiek van radicalisering. En de komende weken zullen we inzoomen op verschillende elementen uit onze analyse in aparte thema-webinars. Vandaag zullen we focussen in deze webinar op de lokale integrale veiligheidscellen, die ook bekend staan als de LIVCR's. En zoals jullie weten, vormen die een cruciaal element in het Vlaams beleid ter preventie van die gewelddadige radicalisering. Maar die aanpak met die LIVC's brengen, zoals jullie ook wel weten, heel wat uitdagingen met zich mee. En dat blijkt uit onze evaluatie. En verschillende actoren worstelden met een aantal vragen, waarbij ook de kwestie van het beroepsgeheim vaak terugkeert. Nu, tijdens dit webinar zullen de verschillende sprekers van het Vredesinstituut van de VVSG, de KU Leuven en het Agentschap Binnenlands Bestuur en Departement Welzijn zoveel mogelijk vragen beantwoorden over de werking van die LIVC's. En daarvoor hebben zij elk een korte presentatie voorbereid. Nu, ik geef nog even mee dat het panel in de mate van het mogelijke ook antwoorden zal geven natuurlijk op vragen die jullie hebben, die u in de praktijk tegenkomt. Die vragen die kan u ons en de rest van het publiek eigenlijk steeds doorgeven door onderaan jullie scherm op de Q&A-knop te duwen. Dan kan u daar gewoon de vraag intikken. Nu, als u ziet dat daar al een vraag in staat die u zeer interessant vindt, aarzel dan niet om die dan eigenlijk te stemmen via het duimpje, om die extra gewicht te geven. Zo weet het panel ook welke vragen extra aandacht verdienen. Nu, een goede manier om dit webinar van start te laten gaan, lijkt ons om eerst en vooral die resultaten van die evaluatie van het Vlaams Vredesinstituut aan jullie voor te stellen. En daarom geef ik graag nu het woord aan onze onderzoekster, Annelies Pauwels. En zij zal kort een aantal conclusies rond die succesfactoren en obstakels voor LIVC's overlopen. Ik geef dan ook graag het woord aan jou, Annelies. Dankjewel, Niels. Ik ga even mijn presentatie proberen delen. Weergave instellingen nog klikken, denk ik. Staat. Zie ik niet staan ineens weer. Weergave instellingen in het midden van boven. Nog naar rechts. Is raar, stond er juist wel, staat er nu niet meer bij. Misschien dat ik het anders kan vergroten. Ja, raar. Ja, ik zal het zo dan doen, want ik zie niet hoe dat ik dit nog kan vergroten momenteel. Weergave voor presentator. Ja, het staat niet bij mij op mijn screen te zien, dus... Ja, ik denk dat het best is dat ik zo mijn presentatie doe. Ik denk dat het wel duidelijk is voor iedereen. Zoals u ziet, de presentatie gaat gaan over succesfactoren en obstakels voor de werking van de LIVCSR. Dat is eigenlijk, die presentatie is gebaseerd op een onderzoek dat het Vlaams Vredesinstituut gedaan heeft en afgerond heeft in december. Dus 2 maanden geleden. En dat was een onderzoek in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarbij dat ons gevraagd werd om dus het actieplan, het Vlaams actieplan, ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering te evalueren.
Dus het eindrapport van die evaluatiestudie kunt u ook terugvinden op onze website. En we hebben eigenlijk in dat onderzoek verschillende luiken geanalyseerd en geëvalueerd. En de lokale integrale veiligheidscellen, waar het vandaag toch wel over gaat, die komen eigenlijk als transversaal thema aan bod in onze onderzoek eigenlijk. Voordat ik naar de belangrijkste bevindingen van dat onderzoek ga gaan, wou ik toch eerst enkele woorden zeggen over de methodologie die wij gebruikt hebben bij dat onderzoek. Dus het gaat inderdaad over een globale evaluatie, waarbij dat we zowel de beleidsopzet van het actieplan hebben geëvalueerd, maar ook een evaluatie hebben gedaan van de beleidslijnen en een heel pak concrete acties die dan in het actieplan naar voren komen. En we hebben die elementen getoetst aan twee evaluatiecriteria. In eerste instantie adequaatheid, waarbij dat we gekeken hebben naar de mate waarin dat de keuzes in het beleid eigenlijk aansluiten bij inzichten uit de literatuur. Een tweede evaluatiecriteria waar dat we het actieplan aan getoetst hebben, is doeltreffendheid. Wat wil zeggen dat we gekeken hebben naar naar de vraag eigenlijk hoe dat die maatregelen in de praktijk lopen en hoe dat de uitwerking van die maatregelen eigenlijk ervaren wordt door betrokken actoren bij die uitvoering. En om een antwoord op die twee vragen eigenlijk te bieden, hebben we dus in eerste instantie gekeken naar de wetenschappelijke literatuur over de preventie van gewelddadige radicalisering. Maar we hebben ook kwalitatieve bevragingen uitgevoerd. In het totaal hebben we meer dan 60 interviews afgenomen met de verschillende actoren die daar betrokken waren bij de uitvoering van het actieplan. Zowel op niveau van de Vlaamse administratie, maar ook bij lokale besturen, lokale organisaties, ook de veiligheidsdiensten, maar ook bijvoorbeeld academici en andere experten. Dus we kunnen er wel zeggen dat ons onderzoek wel voortgaat op een sterke empirische basis. Specifiek wat betreft de kijk naar op de LIVC's, hebben we eigenlijk onze bevraging vooral gericht naar beleidsmakers en praktijkwerkers van die 9 steden en gemeenten die dat eigenlijk financiële ondersteuning hebben gekregen van de Vlaamse overheid om die lokale regierol uit te bouwen. Maar het is wel zo dat dus de LIVC's eigenlijk wel als transversaal thema aan bod kwamen in ons onderzoek. Dus wij geven ook wel andere perspectieven mee. Bijvoorbeeld perspectieven van jeugdwelzijnswerkers of mensen in de onderwijssector. Wat zijn nu de belangrijkste bevindingen in ons onderzoek met betrekking tot de LIVC's? Dus in eerste instantie, zoals ik al zei, hebben we gekeken naar de adequaatheid van dit concept van multidisciplinaire overleg. En we hebben dat getoetst aan de inzichten uit de literatuur. En daar kunnen we het eigenlijk afleiden dat het concept van zo'n multi-agency overleg adequaat is. En het is namelijk zo dat twee cruciale elementen in dit casusgericht overleg ook cruciaal zijn voor de preventie van gewelddadige radicalisering. In eerste instantie gaat het over het multidisciplinaire aspect. Dus we zien dat inderdaad de LIVC's het principe draait om het samenbrengen van verschillende disciplines rond de tafel. En blijkt eigenlijk ook wel nodig om te kunnen gaan met de complexiteit van het fenomeen van radicalisering. En dat is ook nodig om een antwoord te kunnen bieden aan de veelheid aan factoren die dat toch wel een rol kunnen spelen in het proces van gewelddadige radicalisering. Het tweede aspect dat toch wel cruciaal is in de preventie van de gewelddadige radicalisering, dat is het lokale aspect. En dat is omdat radicalisering zich vooral voordoet in een lokale voedingsbodem. En dat maakt dan ook dat lokale actoren toch wel in de beste positie staan om enerzijds zorgwekkende signalen op te vangen en anderzijds daar ook echt op in te spelen. In onze studie hebben wij ook getoetst of dat de multidisciplinaire aanpak, dus de LIVC's, ook in staat is, ook gepast is om om te gaan met de evoluerende context.
We zien dat de LEDC's eigenlijk zijn opgezet met zicht op de, toch wel de Syrië-strijdersproblematiek. Maar de context van gewelddadige radicalisering is de voorbije jaren toch wel enerzijds enigszins veranderd. Het gaat om nu vooral toch wel ook om bijvoorbeeld nazorg bieden aan mensen die dat aan geradicaliseerde ex-gedetineerden. Maar ook bijvoorbeeld, we zien dat er toch ook wel andere vormen van extremisme aan een opkomst bezig zijn. En ook hier kunnen we wel besluiten dat dit multidisciplinaire, de multidisciplinaire aanpak toch ook gepast is om daarmee om te gaan. En in de praktijk wordt ze ook wel al gebruikt voor deze veranderende context. En de tweede belangrijke vraag in ons onderzoek was de doeltreffendheid. Hoe loopt de werking van de LEDC's in de praktijk? En hier kunnen we eigenlijk meegeven dat daar toch wel een gemengd beeld naar voren kwam in ons onderzoek, dus gebaseerd op onze bevragingen. We zien dat in sommige gemeenten dat multidisciplinair overleg wel goed verloopt, maar dat er andere gemeenten toch nog wel tegen een aantal obstakels blijven aanlopen. Over het algemeen werd wel gewezen op een moeilijke opstart. Dus het vergde toch wel enige inspanning en moeite om de verschillende actoren eigenlijk te engageren en rond de tafel te brengen. In ons onderzoek hebben we dan ook natuurlijk een beetje een analyse proberen doen van wat zijn nu factoren die maken waarom dat het overleg goed loopt en waarom dat het juist slecht zou of minder goed zou lopen. Enkele succesfactoren voor een goede samenwerking in de LEDC's blijken een goede vertrouwensband tussen de verschillende deelnemers. Het maken van duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over informatieuitwisseling. De persoon van de coördinator blijkt ook een heel belangrijke rol te spelen, omdat dat ook iemand is die belangrijk is om het vertrouwen op te wekken tussen verschillende deelnemers. En een gedeelde taal en visie, bijvoorbeeld over de rol van de deelnemers, met respect voor de eigenheid van de verschillende deelnemers, die toch wel uit een andere achtergrond rond de tafel komen zitten. Wat zijn dan enkele obstakels voor de werking van de LEDC's? In eerste instantie werd er wel gewezen op personeelswissel, dus een heel praktische zaak eigenlijk, die maakt dat de werking toch wel moeilijk kan verlopen, omdat je telkens terug opnieuw moet werken aan dat opbouwen van vertrouwen tussen verschillende deelnemers. Er werd ook in sommige gevallen gewezen op uiteenlopende visies en referentiekaders. Bijvoorbeeld over zaken zoals het concept van radicalisering zelf, wat de verklarende factoren van radicalisering zouden zijn, hoe dat preventie van radicalisering er juist uitziet. En een derde obstakel dat ook wel werd naar voren kwam in onze bevragingen, is dat er toch nog wel een pak bezorgdheden zijn, vooral bij sociaal-preventieve actoren die rond de tafel gaan zitten in een LEDC. Bijvoorbeeld jeugdwelzijnswerkers of mensen uit het onderwijssector. En die bezorgdheden gaan bijvoorbeeld over risico op instrumentalisering van de eigen werking, druk op het beroepsgeheim, een vertrouwensrelatie met hun cliënten. Maar ook bijvoorbeeld onduidelijkheden wat betreft het beroepsgeheim, wanneer mag ik nu informatie delen. En in ons onderzoek kwamen eigenlijk ook naast die succesfactoren en obstakels een aantal bijkomende reflecties toch wel naar boven. Zoals ik juist al zei, het beroepsgeheim speelt een belangrijke rol, maar die kwestie van het beroepsgeheim werd ook wel enigszins genuanceerd in onze bevragingen. We zien dat langs de ene kant er toch wel gewezen werd op nood aan een sluitend wetgevend kader hier rond. En er werd ook wel meegegeven dat informatiedeling in het multi-agency platform toch wel verbeterd is sinds de wet van 2018 over de oprichting van de LEDC's, die dat informatiedeling toch wel gemakkelijker heeft gemaakt. Maar op het terrein wachten mensen toch nog wel op verdere stappen wat betreft specifiek voor die actoren die eigenlijk onder een Vlaamse bevoegdheid werken.
Maar aan de andere kant zien we ook wel dat het beroepsgeheim daar een duidelijk sluitend wettelijk kader belangrijk is, maar ook geen voldoende voorwaarde is om zo'n overlegplatform eigenlijk goed te doen verlopen. Zoals ik al zei, enkele praktische zaken die toch wel heel, heel belangrijk blijken ook te zijn. Een tweede kwestie die ook naar voren kwam, is dat deelname aan de LEVC's toch wel tijd en middelen intensief kan zijn voor deelnemers en dat dat toch wel kan zorgen voor een extra druk op hulpverleningsdiensten. Zeker als die al te maken hebben met bestaande leemtes in hun hulpverleningsmogelijkheden. Een volgende kwestie was eigenlijk dat er een interessant spanningsveld naar boven kwam tussen langs de ene kant de vraag tussen grotere bovenlokale sturing en aan de andere kant toch wel de wil om lokale autonomie te behouden. We zien dat natuurlijk het lokale aspect, zoals ik al zei, is heel belangrijk. Omdat je natuurlijk lokale actoren staan het dichtst bij de lokale bevolking en weten ook wat dat die noden van die bevolking juist zijn. Maar er blijkt toch wel nood te zijn aan een grotere bovenlokale afstemming. Natuurlijk in eerste instantie omdat radicalisering, er zijn verschillende factoren in het proces van radicalisering waar dat je op het lokale niveau eigenlijk niet veel aan kan doen. Als het gaat bijvoorbeeld over politieke en geopolitieke gebeurtenissen of haatpropaganda op het internet, daar kan je als lokale actor natuurlijk niet veel aan doen. Dus je hebt wel nood aan een sturing van bovenaf. Maar boven lokale afstemming blijkt ook wel nodig om het te faciliteren van het delen van expertise en ook het te verduurzamen van lokale expertise. En dan een laatste bevinding uit ons onderzoek met betrekking tot die LUWC's, is dat eigenlijk momenteel wordt er vooral gefocust op het financieel ondersteunen van lokale besturen, die dat sterk te maken hebben like, met die Syrië-strijdersproblematiek. Dat is ook de grote reden waarom dat eigenlijk LUWC's eigenlijk zijn opgezet enkele jaren geleden. Dat sluit natuurlijk perfect aan bij die context van enkele jaren geleden, maar dus die context is vandaag ook wel wat veranderd. En we zien dat bijvoorbeeld andere vormen van extremisme zich toch wel meer verspreid voordoen. Polarisering doet zich ook voor in meerdere gemeenten dan die 9 gemeenten die momenteel daar financiële ondersteuning voor krijgen. Dus dat werpt dan ook wel de vraag op hoe dat die ondersteuning eigenlijk van de lokale aanpak uitgebreid kan worden. Ik ga mijn presentatie hier eindigen, maar er is nog tijd voor vragen tijdens de Q&A. Dankjewel, Annelies. Er zijn inderdaad al een aantal vragen binnengekomen. We hebben er al eentje binnengekregen via de Q&A. En ook een aantal mensen die hun handje omhoog hebben gestoken, digitaal. Ik zou jullie vragen om die vragen via de Q&A te neer te schrijven. Dat is een stukje makkelijker voor ons om die allemaal te bundelen. Er is dus zeker nog tijd voor die vragen verder te gaan opnemen na die eerste conclusies die Annelies ons net gegeven heeft over het onderzoek. Maar als we nog dieper in de praktijk willen graven, dan komen we eigenlijk vanzelf terecht bij Maarten de Walen. Projectmedewerker radicalisering van de VVSG, van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Nu, Maarten, de VVSG, deed onlangs een bevraging in zaken die LIVCR's bij haar deden. Het lijkt me interessant dat je daar wat meer over zou kunnen vertellen aan ons. Maarten, ik geef je graag het woord. Dankjewel, Niels. En dankjewel aan het Vredesinstituut voor zowel het onderzoek als deze webinar om dit hier te organiseren. Ik ga inderdaad iets meer ingaan op de praktijk. Er is al heel wat aangebracht ook door Annelies. Ik hoop dat jullie ook ondertussen de PowerPoint kunnen zien. Ik heb een vijftal punten, kritische punten, die ik graag met jullie zou willen bespreken in de komende 10 minuten. We hebben daar niet zo heel veel tijd voor, maar ik wil toch wel op een aantal punten wat langer blijven stilstaan. En bij de eerste heb ik zo wat getiteld rond leven in twee werelden. Dat merk je vooral bij de rol van de coördinator, die daarnet ook al een aantal keer aan bod is gekomen.
Maar eigenlijk bij alle actoren die in zo'n LIVC zitten, hè, daar voel je zowat het spanningsveld. Hè. En ik heb onder andere ook de Januskop erbij gebracht. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik daarmee wil speculeren dat de coördinatoren twee gezichten hebben. Zeker niet. Maar dat zij wel moeten rekening houden met grofweg twee werelden. In die zin dat je aan de ene kant eigenlijk kan gaan stellen dat radicalisering in vele gevallen als een veiligheidsvraagstuk wordt aanzien. Je ziet dat ook in bepaalde terminologie, zoals detectie van signalen van radicalisering. En als antwoord daartegenover staat vaak deradicaliseren. En men verwacht ook vaak van ambtenaren dat zij als deradicaliseringsambtenaren mensen kunnen gaan cognitief gaan overtuigen en gaan laten afstappen van hun radicale gedachten. Terwijl je aan de andere zijde vaak dat aspect hebt waar heel veel gemeenten zeggen van wij werken niet rond dat radicaliseringsvraagstuk, wij werken rond positieve identiteitsvorming. Zij benaderen dat dan vaak eerder als een soort van samenlevingsvraagstuk, waarin dat je eigenlijk ingaat op sterktes en kwetsbaarheden van individuen. En hun antwoord is dan vaak ook een vorm van sociale inclusie. Bepaalde gemeenten kiezen voor een van de twee of kiezen voor een smeltkroes van de beide, maar wat, en ik wil daar ook niet op de discussie gaan en te veel stilstaan bij het concept van radicalisering. Ik denk dat daar heel relevant onderzoek rond gedaan is, onder andere nog vrij recent vanuit de KU Leuven door Matthias de Bakker en zijn team rond de Radicalization Machine, a Problematic Concept. Maar waar ik vooral wil op ingaan, dat dit voor de praktijk wel mogelijk een aantal problemen kan teweegbrengen. En bijvoorbeeld zo'n getuigenis was ook van een lokale medewerker die aangaf van kijk, wij moeten eigenlijk een soort van issue gaan oplossen, radicalisering, die er eigenlijk in de praktijk niet echt is. De verwachtingen zijn vaak dat wij deradicaliseringsambtenaren zijn, maar eigenlijk werken wij weinig tot niet direct op dat cognitieve, op dat veranderen van gedachten. Wij werken vaak indirect daarop en dan spelen wij vooral in op onderliggende problematieken. Armoede kan dat zijn, dat kan tewerkstelling zijn, dat kan een nuttige dagbesteding zijn, problematische opvoedingssituatie, heel veel zaken. Dus die verwachting zit op sommige fronten toch al wel wat fout. Oei, en nu moet ik eventjes teruggaan. Ja. Een tweede punt daarbij is, het is ook wel wat vreemd soms, omdat je in het kader van een beleidsrapportage, waarin dat dan in teken staat van aanpak radicalisering, dat je eigenlijk vaak je basiswerking moet gaan verantwoorden, hè, met namelijk bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning en dergelijke. Je moet dat gaan verantwoorden en je moet eigenlijk vragen om je basiswerking te gaan continueren. Rond radicalisering dan. En een derde punt, ja, wetgeving vandaag de dag speelt heel sterk in op signalen van radicalisering, detecteren van die signalen. Terwijl ja, eigenlijk wat er lokaal vaak gebeurt, is een soort van individuele analyse maken van die sterktes en kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen van individuen. En wat je dan ook vaak voelt, is dat je op een soort van keerpunt vandaag de dag staat. Een keerpunt waarin dat je aan de ene zijde hebt van ja, we focussen op één fenomeen en gaan dat zoveel mogelijk trachten te bestrijden. Radicalisering met name, daar is ook zo'n bepaald concept rond gevormd. Maar eigenlijk hebben we daar eigenlijk weinig duidelijkheid rond een eenduidige definitie. Het is ook niet strafbaar, radicalisering. En we hebben daar eigenlijk ook niet echt cijfers rond bijvoorbeeld politiek gemotiveerde strafbare feiten. Dus kunnen we wel gaan meten op welke manier dat we impact hebben om dat fenomeen te gaan bestrijden? En ik denk dat dat een relevante, praktijkgerichte vraag is. En velen denken dan ook van ja, als we misschien nu te veel op radicalisering focussen, gaat dat misschien geen waterbedeffect creëren naar bijvoorbeeld andere problematische fenomenen? En zitten we bijvoorbeeld binnen 5 jaar misschien niet opnieuw met een andere problematiek die plotseling komt opduiken, een ander crimineel fenomeen dat komt opduiken? Terwijl het misschien ook aan de andere kant, hè, misschien moeten we echt wel gaan focussen op die oorzaken gaan aanpakken. Armoede, tewerkstelling, problematische opvoedingssituatie. Hè. Vandaag de dag zien we bijvoorbeeld ook rond intrafamiliaal geweld. Hè. Moeten we misschien niet nog meer daarop gaan inzetten? En die fenomeenbestrijding, en ik heb hier ook een aantal cijfers gezet. We hebben een bevraging gedaan in september, oktober, die we verstuurd hebben naar alle burgemeesters, alle Vlaamse burgemeesters. Hierin zie je eigenlijk een aantal cijfers opgelijst. En we zien ook een bepaalde verschuiving in uitingsvorm. We zien nog steeds, 51% van de gemeenten geeft nog steeds aan dat islamitische vormen van radicalisering
het meest frequent bij hen voorkomen. 51% geeft dat aan. Hè. Maar we zien ongeveer een 33% van de gemeente die stelt van ja, ook extreemrechtse radicalisering komt meer en meer aan bod. En zij geven zelf ook aan van we zien dat dat in toenemende mate ook voorkomt. En dat is niet alleen rond extreemrechts, ook andere fenomenen komen meer voor. Hè. Extreem links, ultranationalistisch, milieu en klimaat, dierenrechten, ook zij kennen een stijging. Dus we zien ook, hè, zoals Annelies daar inderdaad daarnet ook aangaf, een verbreding, een verruiming van de problematiek. Het gaat niet alleen meer over Syrië-problematiek. Een derde punt is in het kader van ons Europees EMMA-project. EMMA staat voor Evaluation and Mentoring of Multi-Agency Approaches, onder leiding van onze collega Jurg Gebhardt. Waarin dat we eigenlijk gaan kijken van oké, die multi-agency approach, die LIVC bij ons, werkt die? Hè? En daarin zien we toch wel een aantal positieve elementen. Hè? Hier geeft bijvoorbeeld, hè, we hebben een bevraging gesteld aan een aantal medewerkers van de LIVC's, dus niet alleen de coördinatoren, maar alle deelnemers binnen een LIVC. De meerderheid, overgrote meerderheid, geeft aan van kijk, dat levert een meerwaarde op voor mijn eigen dienst en organisatie. Het positieve is ook, er wordt gestreefd naar een consensus bij beslissingen die wij nemen. Meerderheid geeft ook aan, wij hebben vertrouwen in de werking van de LIVC. En ze geven ook aan, het case management, met name een bepaalde casus die wordt aangemeld, die wordt besproken, die wordt geëvalueerd en die dan verder wordt begeleid en opgevolgd, dat verloopt op een professionele manier. Dus dat is een positieve tendens die we zien. Maar daartegenover zien wij ook, in een andere bevraging die we gedaan hebben, waar ik daarna net over sprak, richting de Vlaamse burgemeesters, die geeft ook aan dat de LIVC-werking misschien op sommige vlakken ook wel zijn doel voorbij schiet. 71% geeft aan dat het LIVC vandaag de dag nog een politioneel bestuurlijk overleg is. In 71% van de gemeenten blijft het LIVC beperkt tot een samenstelling van lokale politie, gemeente en OCMW. Dus we zien daarin toch een meerderheid, politioneel, bestuurlijk, dat dat gaat. Hè. Sociale actoren blijven daarin een beetje afwezig. Een andere tendens die we daarin ook zien, is dat de meerderheid van de casussen die op een LIVC besproken worden, dan ook nog eens worden aangeleverd door de politie. En pas in mindere instantie door sociale actoren. Dus een bepaald evenwicht zien we dat toch, dat dat daar toch vooral dat zwaartepunt bij politie en bij de lokale besturen ligt. Daartegenover staat onder andere het decreet LIVCR. En daarmee hopen we dat er toch een bepaalde kentering zal komen. Dat decreet, dat voorontwerp dat momenteel ten tafel ligt, dat opent wel wat garanties naar sociale actoren om deel te nemen aan een LIVC, om informatie uit te wisselen. Garanties die er misschien vandaag de dag door een iets wat grijze wetgeving nog niet zijn. En we hopen dat dat daarmee toch een aantal garanties kan bieden voor sociale actoren om deel te nemen, om informatie te delen enzovoort. Een andere positieve tendens wat we ook wel zien in onze bevraging naar voorkomen, we zien dan wel dat sociale actoren niet altijd geneigd zijn om op een LIVC deel te nemen. Maar als wij vragen stellen aan de burgemeester, aan lokale besturen, over de connectie en de samenwerking met sociale actoren, dan geven zij wel aan dat buiten de LIVC erom, vaak ook via informele contacten of via projecten of via dergelijke andere werkingen, dat er een nauwe samenwerking is met jeugdwerk, met scholen, met sport- en vrije tijdsorganisaties. Een ander positief element is ook dat we zien dat rond het LIVC, dat er een toename is rond lokale formele afsprakenkaders. Meer en meer LIVC's, dus ook meer en meer steden en gemeenten, gaan afsprakenkaders, formele afsprakenkaders, gaan vastleggen, waarin dat er duidelijk is omschreven welke informatie kan gedeeld worden, op welke manier, welke garanties dat er geboden worden voor actoren om die informatie te bieden, enzovoort. Dus dat zorgt ook wel een beetje voor transparantie op tafel en voor duidelijkheid daar rond. Een laatste element daarbij nog rond de LIVC's, is dat we ons ook wel de vraag moeten stellen, verloopt het overal even goed, die LIVC-werking? En is het misschien niet enkel voor de happy few, voor die steden en gemeenten
die er middelen voor krijgen, voor die steden en gemeenten die er de ruimte voor krijgen, of die ook beleidsmatig ondersteund worden om daarop in te zetten. En dat blijkt dat wel in vaak gevallen zo te zijn. Financieel gezien is het een moeilijk verhaal geweest de afgelopen jaren. Vlaanderen heeft nu wel beslist, hè, kijk, wij gaan verder financieel gaan ondersteuning bieden. En ze gaan dat doen nu door middel van een projectoproep die er wellicht ook zal komen. Maar vooral ook bijvoorbeeld federaal gezien, hè, de strategische veiligheids- en preventieplannen. Heel veel gemeenten hebben beslist om een deel vanuit die plannen te gaan reserveren rond radicalisering. Maar die categorische inzet op radicalisering gaat wel ten koste van andere criminaliteitsfenomenen. Als je binnen je budget van strategische veiligheids- en preventieplannen een FTE gaat inzetten rond radicalisering, dan gaat dat misschien wel ten koste van een buurtwerker of een eerste lijnswerker die rond andere zaken bezig zijn. Dus we moeten daar ons ook opnieuw kritisch de bedenking maken. Ja, moeten we categorisch gaan inzetten op radicalisering of pakken we de oorzaken daar rond aan? Eveneens een kanttekening bij die middelen van de strategische veiligheids- en preventieplannen. Die zijn al lang niet meer geïndexeerd, waardoor, wat ook wil betekenen dat de waarde uiteindelijk van die middelen die men krijgt vandaag de dag veel minder is. Hè. Dus men moet al heel beperkt gaan inzetten op die middelen lokaal en dan is het soms wel moeilijk om die prioriteiten daarin te gaan bepalen. Een tweede element is dat 38% van de gemeenten aangeeft dat zij het moeilijk hebben om zo'n LIVCR actief te houden. Zij geven aan, ja, eigenlijk zitten wij niet echt met signalen van radicalisering. Waarbij dat we ons de bedenking eerst en vooral moeten gaan maken, zijn er geen signalen of zien we geen signalen? Meestal hebben zij ook niet ruimte om specifiek mensen aan te werven rond die thematiek. Ja, zijn er dan effectief geen signalen of zien we ze niet? En dat gaat ook gepaard met de perceptie die vaak nog hangt rond radicalisering. Waarin dat we ook wel voelen dat er nog steeds een bepaalde reflex is van radicalisering gaat over moslimradicalisering, om het kortweg te zeggen. We hebben zo over de jaren heen bepaalde quotes gehoord van mensen die zeggen, ja, maar extreem rechts is toch geen radicalisering, of rechtsextremisme is toch geen radicalisering, of we hebben een moskee op ons grondgebied, dus dat zou mogelijk wel kunnen zorgen voor signalen van radicalisering. Dus we zien daar toch wel een bepaalde beperkte scope, terwijl de signalen nu toch, of de cijfers nu toch wel aangeven dat er verschillende vormen van extremisme zijn waar we moeten op focussen. En om af te ronden, een laatste punt nog. Annelies vermeldde het ook al rond de rol van de coördinator. Het welslagen hangt inderdaad vaak af van de manier waarop gemeenten, ook vaak in C de coördinator, erin slaagt om een regie te voeren op beleid en praktijk. En dat zien we vaak ook dat er heel veel verwacht wordt van zo'n coördinator. Een coördinator, een deradicaliseringsambtenaar die vaak zo wordt omschreven. Men verwacht daarvan dat hij preventieve acties gaat ontwikkelen, dat hij of zij aan case management doet, dat hij ook nog een netwerkregisseur is die de verbindingen maakt met allerlei actoren, ook administratie gaat gaan uitvoeren en ook in staat voor visieontwikkeling. Heel veel rollen worden naar die coördinator doorgeschoven. En daar moet ook wel toch aandacht voor zijn dat daar duidelijkheid rond is dat dit niet een eenmans- of eenvrouwzaak is om die regie te voeren, maar dat dit een multi-agency aanpak vergt om dit allemaal te gaan uitvoeren. Ziezo, en daarmee wil ik afsluiten en wil ik ruimte maken voor de vragen die er zijn. Dankjewel, Maarten, voor deze zeer interessante uiteenzetting. Intussen kwamen er zowel voor jou, Maarten, als voor Annelies een aantal vragen binnen via de chat. Ik zal misschien beginnen met een vraag specifiek voor Annelies. Het was een vraag die gesteld werd over die multidisciplinariteit die je vermeldde bij LIVC's. En de vraag is het niet beter om eigenlijk te spreken over multi-agency, omdat multidisciplinariteit misschien te veel verwijst naar de wetenschappen en niet naar organisaties? Dus misschien dat jij daar als eerste op kan antwoorden, Annelies. Inderdaad, het multidisciplinair inderdaad is weer een term dat gebruikt wordt in de wetenschappelijke wereld. Ik denk dat in dit geval eigenlijk een beetje een kwestie is van beide. Het is zowel natuurlijk multi-agency, omdat er verschillende agentschappen als het ware eigenlijk rond de tafel gaan zitten. Maar dan zie je natuurlijk ook dat die op zich wel een andere manier van werken in sommige gevallen hebben.
In ons onderzoek had een van de respondenten gesproken over dat er soms toch wel een clash van bedrijfsculturen zich wel voordoet. Dus ik denk dat de multi-agency inderdaad wel belangrijk is, maar het multidisciplinair, ik denk dat ook wel een goede term is, omdat het wijst op het feit dat er verschillende perspectieven aan bod kunnen komen. En oké, je kan zeggen, politie is niet echt een discipline, maar die hebben wel een specifieke kennis en expertise. Dus ik denk dat wel het multidisciplinaire ook wel de meerwaarde is van zo'n overlegplatform. Het feit dat je verschillende vormen van kennis en expertise uit je specifieke discipline eigenlijk aan tafel kan brengen. Dankjewel, Annelies. Een andere vraag die denk ik meer voor Maarten bestemd is, werd gesteld van kijk, de meerderheid van de casussen wordt aangeleverd door de politie. En de vraag was, is dat zo in elke zone of is er een verschil tussen de meer stedelijke, grootstedelijke LIVC's versus de meer landelijke LIVC's? Ja, we merken daar dat het effect inderdaad iets groter is bij landelijke woongemeenten en dergelijke. Maar dat het effect toch ook wel in centrumsteden ook merkbaar is. Dat politie toch de grootste leverancier is, zeg maar, van die signalen. Dus dat is eigenlijk overal wel merkbaar. Dat is tot bepaalde instantie denk ik ook wel logisch, hè, omdat de politie natuurlijk vaak nog beter zicht heeft op welke signalen dat er zich allemaal lokaal afspelen. In die zin, zij worden ook natuurlijk als eerste lijnsactor met de burgers geconfronteerd. En zij hebben ook wel een zicht op de veiligheidscases die er ook zijn. Hè. Zij krijgen informatie vanuit LTF-niveau en eigenlijk indirect dan via de inlichtingen en de veiligheidsdiensten over de bepaalde casus die er zijn. Dus zij hebben sowieso wel een ruimer beeld, denk ik, op de cases die er in die instanties binnenkomen. Maar het is natuurlijk wel, het punt dat ik ook daarin wou maken, wel een bepaalde bezorgdheid, omdat je die sociale actoren zien we toch dat die nog niet echt zo geneigd zijn om cases aan te melden. En dan hopen we toch dat in de toekomst toch meer zal gebeuren. Ja, ik zou er graag op inspelen, want er is nog een andere vraag die daarop verder gaat. Hè. En die komt meer vanuit de politionele hoek. Hè. Er werd gezegd van, kijk, elke extremist is radicaal, maar daarom is niet elke radicaal natuurlijk extremist. En met terrorisme wordt de meest extreme uiting van extremisme bedoeld, waarbij de terrorismewetgeving effectief wordt overtreden. Vanuit politioneel standpunt willen we dat natuurlijk vermijden en mocht er toch iets gebeuren, zoveel mogelijk informatie verzamelen om te kunnen vervolgen. Maar die twee- of meerledige invulling van een LIVC zorgt natuurlijk voor naast elkaar lopende verwachtingen of kan daar wel voor zorgen dat er verschillende verwachtingen op zijn. En vanuit de ervaring, vanuit de eigen ervaring stelt de vraagsteller dat er wel een vaststelling is dat we in de goede richting gaan, maar dat er vaak, misschien te vaak, te dominant de rol van die politie doorweegt in die LIVC's. En de vraag is of we dat niet kunnen afbouwen of herkadreren. Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat de vraag daarin eigenlijk dat daar al heel veel waarheid in schuilt. En dat ook een beetje de essentie was van het punt rond schiet het zijn doel misschien niet voorbij, de LIVC-werking. En ik vind dat we daar dan ook een beetje buiten onze eigen landsgrenzen moeten gaan kijken en kijken ook naar hoe het in andere landen ook aangepakt is. Hè. En ik denk vooral aan de Scandinavische landen waar we veel kunnen uit leren. Waar we ook gezien hebben dat die multi-agency aanpak eigenlijk al veel langer loopt. Hè. In Scandinavische landen heeft men soms al sinds de jaren 70 ervaring rond multi-agency werken, waarin men vanuit lokaal bestuur met scholen en politie gaat gaan samenzitten om een concrete problematiek te bespreken. Maar die invalshoek is helemaal anders ook. Hè. Men heeft het echt over maatschappelijke kwetsbaarheden van individuen. Terwijl het kader die bij ons tot stand is gekomen, hè, en we moeten daar uiteraard ook respect voor hebben, want uiteindelijk het is nog maar een aantal jaar die LIVC's. Het is, als we dat bekijken, een vrij recent fenomeen, zeker als je dat met andere landen gaat bekijken. Dus het heeft ook nog de tijd nodig om wat door te dringen. Die mindset moet bij iedereen ook, denk ik, nog ingang vinden. Maar als je het gaat hebben over maatschappelijke kwetsbaarheden van individuen, over sterktes, over zwaktes van individuen, en dat kan bespreekbaar maken, een echt, laat ik maar zeggen, sociaal preventief overleg,
Dat is vooral de insteek waar we het moeten over hebben. En ik denk dat de hulpverleners dat ook vragen. Hè? Een platform waarin dat we het eigenlijk echt kunnen gaan hebben over sociale noden van mensen, eerder dan over veiligheidsvraagstukken. En vandaag de dag is dat nog te onduidelijk. Hè? Ook omdat iedereen zich een bepaalde idee heeft gevormd over die term radicalisering, die vaak vanuit de veiligheidsvraagstuk wordt bekeken. Terwijl dat we het ook wel moeten durven bekijken vanuit de samenlevingsvraagstuk en daarover gaan hebben, lijkt mij. En dan kunnen we denk ik het evenwicht of het zwaartepunt ook wat meer gaan verschuiven naar die sociale kant in plaats van die veiligheidskant. Dank je wel. Ik ga nog één vraag nemen die eigenlijk betrekking heeft op iets wat jullie pas wel analyse als Maarten gezegd heeft, hè. Over die andere problematieken, en dat het niet enkel het jihadisme is, maar ook die andere problematieken. Met de vraag is, ja, zijn die problematieken eigenlijk niet steeds aanwezig geweest, maar waren de deelnemers van die LVC's daar gewoon misschien nog niet volledig voor gesensibiliseerd, op de hoogte? Misschien dat ik eerst aan Annelies even vraag, en dan kan Maarten nog reageren indien hij wenst. En dan kunnen we nadien stilaan overgaan naar de volgende spreker. Annelies. Ja, ik denk dat antwoord daar ook inderdaad wat dubbel op is. Ik denk in eerste instantie, ja, er is ook wel een stijging van verschillende uitingsvormen van extremisme. Dat is een van de onderzoeksluiken dat wij ook in ons onderzoek hebben gedaan, is echt om te kijken hoe zijn die andere vormen van extremisme nu eigenlijk aanwezig in Vlaanderen. En dat gaat dan zowel over rechts- als linksextremisme, maar ook andere vormen van extremisme, zoals extremisme rond de 5G-zendmasten bijvoorbeeld. Maar zoals Maarten het ook al juist in zijn presentatie zei, ja, zijn er geen signalen of zien we ze gewoon niet? En ik denk inderdaad dat het ook wel vaak is dat signalen niet worden gezien. Dat is ook iets wat in ons onderzoek wel naar voren kwam, dat mensen op het terrein vaak ook wel nood hebben aan meer kennis en expertise over die andere vormen. En hoe kunnen we juist die vormen van extremisme eigenlijk, ja, daar signalen van radicalisering herkennen, omdat dat toch wel vaak ook heel op een bepaalde manier wordt gemainstreamd, dat het echt wel moeilijker is om zo'n signalen voor mensen op het terrein toch wel te herkennen. Dus het is inderdaad wel nodig om daar verder ook op in te zetten, meer kennis en expertise op het terrein over verschillende vormen van extremisme. Als ik daarop mag inpikken, er was nog een vraag die binnengekomen is, die misschien direct dan verder gaat naar Maarten. Hoe gaan die LIVC's dan om met die verschillende soorten van radicalisering en extremisme? Is er een algemeen nationale lokale aanpak die beschreven staat? Of bepaalt op dit moment elke lokale LIVC zelf hoe ze met al die vormen moet omgaan? Ja, er is een bepaald kader natuurlijk, maar het is vooral lokaal dat het bepaald wordt hoe men met die fenomenen omgaat. Hè. En om eerst nog in te gaan op het feit van waren die vormen van extremisme er niet altijd? Ja, wij hebben natuurlijk in onze bevraging gemeten in welke zin dat lokale besturen bepaalde signalen opmerken. Hè. Dus daar kan je inderdaad al gaan zeggen van oké, nu merken we een bepaalde toename bijvoorbeeld rond rechtsextremisme. Maar dat zal er wellicht ook wel altijd al geweest zijn, maar nu komt het gewoon meer in de kijker. Onder andere ook doordat er natuurlijk de media-aandacht gigantisch opgesprongen is. Hè. Sinds documentaire rond Schild en Vrienden onder andere, maar ook recenter merken we toch in de media dat daar ook veel meer aandacht rond gekomen is. Dus de aandacht heeft zich ook wel verzet naar een bepaalde kijk op het fenomeen. Wat positief is, denk ik, dat we dat ruimer kunnen gaan kijken naar alle fenomenen. De vraag rond, ja, heeft men rond elke vorm van extremisme een aanpak? Daar ben ik lokaal wel van overtuigd. In die zin, lokaal kijkt men niet naar, gaat het hier over een vorm van islamitische radicalisering of andere ideologische vormen? Men bekijkt uiteraard wel die uitingsvormen, maar kijkt vooral op lokale schaal en individueel. Welke noden zijn er bij deze persoon? En wat is onze inrijpoort om die noden van die persoon te gaan behelpen? Ik heb zelf ook al het geluk gehad om op een aantal LIVC's aanwezig te zijn. En dan zie je dat er gewoon lokaal wordt bekeken van oké, samen met bijvoorbeeld CAW en CLB en de sociale actoren, als die er dan aanwezig zijn uiteraard. Maar dan wordt bekeken van oké, wie kan hier bij deze specifieke persoon een ingang vinden? En moeten we dat doen op vlak van educatie? Of moet er misschien toch eens iemand van het OCMW bijvoorbeeld op huisbezoeken langs gaan?
Of moeten we onze buurtwerker inlichten hierover, dat hij een extra oogje in het zeil of dat hij in gesprek kan gaan met dat individu? Dus dat is eigenlijk de focus. Die uitingsvorm, ja, die komt erbij kijken. Men omschrijft het vaak heel mooi als zijnde, radicalisering is een bepaald laagje dat bovenop wordt gelegd. De uitingsvorm, het gedrag, waardoor dat we eigenlijk wel kunnen gaan bekijken van oké, het gaat hier om bepaalde problematiek. Maar het is onder dat laagje van radicalisering dat de eigenlijke problemen schuilgaan. En zo heb ik de meest schrijnende voorbeelden gehoord op zo'n LIVC van problematische opvoedingssituaties van jongeren die het op een bepaald moment gewoon niet meer zien zitten en ook geen toekomstperspectief niet meer gaan hebben. Hè? En daar gaat het eigenlijk wel om. Dank jullie wel. Er zijn nog een aantal vragen in de chat, maar ik stel voor dat we eerst even naar de volgende sprekers gaan. En nadien kunnen we nog, als we nog tijd hebben, nog meer vragen beantwoorden. Dat is zeker de bedoeling om nog voldoende vragen te hebben. Dus ik ga graag even overgaan naar Johan Put. Die gaat specifiek het ook hebben over heel die problematiek van beroepsgeheim. En zelfs voor aanvang van dit webinar bleek uit onze evaluatie en ook uit de reacties van het veld dat we reeds hebben ontvangen dat die kwestie van dat beroepsgeheim echt wel als zeer belangrijk wordt ervaren binnen die LIVC's. Met professor Johan Put kunnen we hier gelukkig dieper op ingaan. Dus Johan, ik geef graag het woord aan jou. Hartelijk dank, Niels, voor de uitnodiging. Het blijkt een bijzonder interessant initiatief te zijn, hè, zoals dat ook al uit het debat van daarnet blijkt. Beroepsgeheim is zeker een issue als het gaat over LIVC's. Hè. Ik heb hier dan maar een titel bedacht van Confronting Partners, hè, want dat wordt soms zo voorgesteld alsof het beroepsgeheim het allemaal heel moeilijk maakt. En in deze heel korte uiteenzetting ga ik proberen minstens te schetsen wat de contouren daarvan zijn. De regeling die we kennen en die nog een beetje in de maak is rond LIVC's, moeten we situeren binnen het casusoverleg. Dat is een artikel 458 ter. Ik ga daar zo meteen heel kort wat uitleg bij geven. Maar dat is ingevoerd in 2017, hè, dus dat is ondertussen bijna 4 jaar oud of jong, hè, want ervaringen doen leren ook op dat vlak, denk ik. En dus dat is een specifieke rechtvaardigingsgrond die is ingevoerd voor informatieuitwisseling tussen hulpverleners, justitie, politie, andere actoren die aan een dergelijk casusoverleg deelnemen. Eigenlijk, als we kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dat artikel en van die regeling van casusoverleg, is die niet te vinden bij de LIVC's, maar bij een ander initiatief. En dat gaat vooral over een aantal experimenten en initiatieven ter bescherming van de integriteit van personen. Ik verwijs naar een aantal voorbeelden, Protocol van Moed en CO3-project in Antwerpen, Link, Korte Keten, Family Justice Centers. Dat zijn eigenlijk de voorbodes, laat ons zeggen, initiatieven die, ja, we kunnen misschien zeggen, een beetje op de rand van het wettelijke omgingen met uitwisseling van informatie. Waaruit gebleken is dat het nodig is, indien men dat werkelijk structureel wil uitbouwen, dat er ook een wettelijke regeling voor komt. Hè. Die is er dan gaandeweg of stapsgewijs gekomen. En en cours de route heeft men niet alleen die wettelijke basis gemaakt voor integriteitsbescherming van personen tegen intrafamiliaal geweld en zo bijvoorbeeld. Hè. Maar heeft men daar ook nog voorkoming van terrorisme of georganiseerde criminaliteit aan toegevoegd? Dus dat is misschien ook wel belangrijk, hè, dat het dus over die twee elementen gaat, dat het over LIVC's gaat. De wettelijke regeling van casusoverleg gaat over voorkoming terrorisme en georganiseerde criminaliteit. We hebben daarnet een heel lijstje gezien van zaken die allemaal aan bod kunnen komen. Een aantal van die zaken vallen hier niet onder. Hè. Dus in die zin is dat wel al een element dat van belang is. Als we het hebben over beroepsgeheim, is dit de slide die ik altijd gebruik, om het een beetje schematisch voor te stellen. Als er vragen zijn rond beroepsgeheim, moet je 4 vragen achtereenvolgens beantwoorden. Heb ik beroepsgeheim? De zaak waarover het gaat, is dat een geheim? Wat mag binnen dat beroepsgeheim van informatiedeling? Bijvoorbeeld als je informatie geeft aan een cliënt, is dat geen schending van het beroepsgeheim, hè? Dus dat past binnen die figuur. Maar
Voor de rest is informatie delen met derden wel een schending van het beroepsgeheim. En dan moeten we kijken, ofwel is het een werkelijke overtreding die strafbaar is, ofwel kunnen we een van de uitzonderingen toepassen. Die lijst uitzonderingen die in de onderste helft van de slide staat, die is door de jaren heen alsmaar gegroeid. En het casusoverleg is daar dus een vrij recente vorm van. 458 ter, dit is de volledige tekst, maar die ga ik ga jullie daar niet mee vervelen. Hè. Maar dit is een schema eigenlijk van die regeling van 458 ter van het casusoverleg. Je ziet dat er links en rechts bovenaan twee blauwe zones staan. Dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden om een casusoverleg te organiseren. Aan de ene kant, wanneer er een toestemming is van de procureur des Konings, dus daar hoeft dan geen wettelijke regeling voor te zijn, maar de procureur kan toestemming geven voor een casusoverleg. Dat kan in theorie voor een eenmalig overleg zijn, hè, maar vanuit het College van Procureurs-Generaal is wel gezegd dat men niet zo'n voorstander is om case-by-case telkens zo'n toestemming te geven, maar om dat ook structureel te maken en dus, als de procureur een dergelijke toestemming geeft, dat dat past binnen een wat meer structurele aanpak waar ook al afspraken tussen de diverse partners zijn gemaakt. Maar dat is in elk geval een regeling die specifiek in een bepaalde zone kan zijn, die specifiek rond een bepaalde problematiek kan zijn en waar dan de procureur toestemming voor geeft. Een tweede mogelijkheid is dat er regelgeving is en dan gaat het over aanvullende regeling bovenop 458 ter van het strafwetboek. Dat artikel mogen we eigenlijk alleen maar beschouwen als een soort van hefboom, als een kaderartikel dat op zich niet geoperationaliseerd is. Het moet geoperationaliseerd worden via een toestemming van de procureur of via specifieke regelgeving. En het is daar dat we ons bevinden met de LIVCSR, waar er dus ondertussen wel een specifieke regeling is voor gekomen, minstens gedeeltelijk al. Federaal is er een wet van 30 juli 2018 tot oprichting van de LIVC's. En daarin staat letterlijk dus dat de LIVCR een overlegstructuur is in de zin van artikel 458 ter van het strafwetboek. Een tweede luik betreft dan de Vlaamse kant, hè, want dat is een federale wet en dat is uiteraard van belang en nodig. Maar in zo goed als alle LIVC's, denk ik, zijn er partners en actoren die onder een federale regeling vallen of waar de federale overheid voor bevoegd is, maar tegelijkertijd ook actoren waar die bijvoorbeeld erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse gemeenschap. Vandaar dat een eenzijdige, dat is niet negatief bedoeld, maar een eenzijdige regeling federaal, de vragen die er potentieel zijn bij de Vlaamse actoren, niet oplossen. Hè. De federale overheid kan dat niet, is daar niet voor bevoegd. En er moet dan ook een regeling aan Vlaamse zijde komen om dat verder te operationaliseren. Eerlijk gezegd zou het nog veel beter zijn om een samenwerkingsakkoord te maken in plaats van dat ieder zijn eigen regeling maakt. Maar daar zijn blijkbaar wel gesprekken over bezig, maar ondertussen is er dus wel al een federale wet en een Vlaams ontwerp van decreet. En in dat decreet, daar gaan de volgende sprekers ook nog wel verder op ingaan, dus daar ga ik niet te veel over zeggen nu, maar daar staat in elk geval een machtiging in aan een hele reeks van diensten en voorzieningen om te kunnen deelnemen. Een tweede element is dat daar de mogelijkheid naar voren wordt geschoven van het werken met een vaste afgevaardigde en dan is er een uitgebreide regeling van de verwerking voor persoonsgegevens. Nu, er is hier heel veel mogelijk om dieper op in te gaan, maar ik ga drie vragen even behandelen en straks tijdens het debat kunnen we uiteraard nog verder gaan, want dat bij de voorbereiding van dit webinar zijn dit vragen die tot bij mij kwamen en ik dacht van dan ga ik die meteen nemen en daar al heel kort iets over zeggen. Eén is, welke impact heeft de tendens naar versterkte informatiedeling op deelnemers die gebonden zijn aan het beroepsgeheim? Ik denk, de vraag suggereert natuurlijk al iets van dat er een tendens is naar versterkte informatiedeling, maar ik denk dat dat zeker wel juist is. Hè? Dus dat zo de maatschappelijke druk toeneemt en ook de druk vanuit andere LIVCR-partners. En ik bedoel dan, als we
kijken naar de diverse actoren die kunnen deelnemen. Je hebt natuurlijk lokale besturen, politie. En daarnaast heb je bijvoorbeeld eerdere hulpverleningsorganisaties, jeugdwerk enzovoort, die kunnen niet verplicht zijn om deel te nemen, maar die kunnen uitgenodigd worden en kunnen beslissen om deel te nemen. Wel, op heel veel vlakken is er wel een hogere druk om informatie te delen. Dat gaat over familiedrama's, dat gaat over kindermishandeling en dat gaat ook over terrorisme, radicalisering enzovoort. Dus ik denk dat die er is en dat de creatie van de LEVC's en de regeling daarvan aan de ene kant die druk nog aanscherpt, hè, want het wordt nu wel structureel georganiseerd, hè, maar aan de andere kant ook een opportuniteit zou kunnen geven om te gaan met die druk en in een gedeeld kader te werken. Concreter dan, hoe kan de eigenheid van de deelnemers aan een multidisciplinair en multiactorieel overleg gewaarborgd worden? Wel, ik denk dat er daar twee heel belangrijke elementen zijn die, als dat niet het geval was, het allemaal nog veel meer op scherp zouden stellen. Eén is deelnamevrijheid. Dus de lokale bestuurders kunnen natuurlijk hun eigen ambtenaren enzovoort kunnen ze wel verplichten om deel te nemen, maar de actoren daarbuiten, en dan denk ik aan het jeugdwerk, aan hulpverleningsorganisaties, Centraal Algemene Welzijnswerk enzovoort enzovoort, zijn niet verplicht om deel te nemen. Er is een deelnamevrijheid. En dat is denk ik heel belangrijk, omdat men dan vanuit de eigen optiek een fundamentele beslissing kan nemen van op welke manier werken we hiermee. En dat kan in het algemeen zijn, maar dat kan ook case by case zijn. Dus dat men zegt van in principe werken we wel mee, maar er zijn soms potentieel situaties waarin we zeggen van nee, hier niet. Om mogelijk diverse redenen. Tweede, je bent niet alleen niet verplicht deel te nemen, maar ten tweede is er ook geen spreekplicht. Maar natuurlijk zou ik het wel een beetje vreemd vinden van deel te nemen en dan niks te zeggen. Dus als je werkelijk niks wilt inbrengen, is beter van niet deel te nemen, lijkt me. Als je deelneemt, maar dan kan je op voorhand wel goed nadenken over welke informatie we brengen we binnen, wat is functioneel in het kader van dit overleg en binnen de contouren van dit overleg. Derde vraag dan, wat zijn randvoorwaarden om het beroepsgeheim te waarborgen bij hulpverleners? Want het is natuurlijk vooral aan die kant dat die bezorgdheid speelt als het gaat over casusoverleg en over de LEVC's. Wel, er zijn, denk ik, de twee die ik daarnet genoemd heb, deelnamevrijheid en spreekrecht, zijn twee belangrijke randvoorwaarden om met dat beroepsgeheim te kunnen omgaan en om die deelname van hulpverleners ook te kunnen waarborgen. Een derde element is de specifieke geheimhoudingsplicht van deelnemers. Dus in principe, los van of men buiten dat casusoverleg gebonden is door beroepsgeheim of niet, als je deelneemt aan het casusoverleg, zijn alle actoren, alle deelnemers ook specifiek gebonden door een geheimhoudingsplicht, dus een soort specifiek beroepsgeheim van het casusoverleg of het geheim van het overleg. En dat maakt dat wat je daarin brengt niet verder gaat, behalve wat er dan ook uitdrukkelijk wordt afgesproken. En dat is ook een belangrijke waarborg, denk ik. Er is zeker ook nog een regeling nodig voor de voor- en terugkoppeling, heb ik het genoemd. En dat heeft te maken met dat tweede punt, het werken met vaste afgevaardigden of net niet. In 458 ter is daar geen sprake van. In de LEVC-wet is dat ook niet uitgemaakt. Maar in het opkomst zijnde Vlaamse decreet wordt er wel de mogelijkheid gecreëerd om te werken met vaste afgevaardigden. En dat bijvoorbeeld het CAW, dat één personeelslid van het CAW telkens dezelfde dus ook deelneemt aan de LEVC-meetings. Is dat een goede zaak of niet? Ik denk dat er voor- en nadelen aan zijn. Voordelen is, het is veel praktischer. Er is een duidelijk contactpersoon. Er zijn minder wissels. Men is meer vertrouwd met de werking van de LEVC's. En daar groeit ook wel een gedeelde samenwerking daar rond. Dus dat zijn zeker voordelen die zo'n vaste afgevaardigde bieden. Aan de andere kant mogen we niet blind zijn voor een aantal nadelen, denk ik, die te maken hebben met
de complexiteit die dat geeft, want de regeling van het beroepsgeheim die er dan is in de organisatie van die afgevaardigden, het geheim van het overleg dat hier is en hoe die twee zich tot elkaar verhouden, is eigenlijk nog niet zo simpel en niet altijd goed uitgewerkt. Het is ook niet die persoon die eigenlijk de basisinformatie heeft. Het is een andere hulpverlener binnen de organisatie. En dat betekent dus ook dat er al een soort van verhaling of herhaling is van de informatie. En telkens, met elke tussenstap die informatie neemt, is de betrouwbaarheid van die informatie altijd ook een klein beetje kleiner. Hè? Dus in die zin is dat, kan dat de authenticiteit van de informatie ook een beetje aantasten. En een laatste risico is het risico van de dubbele loyaliteit. Of dat is positief en negatief. Hè. Maar ja, we weten wel, als je werkt met vaste figuren, dan ontstaat daar een entente in die LEVC's. En dat is ergens net de bedoeling, maar tegelijkertijd gaat het hier wel over iemand wiens basisopdracht hulpverlening is. Hè. Basisopdracht is niet LEVC's deelnemen, maar dat kan daar deel van uitmaken. Maar dan ja, dreigt die spanning tussen van welke houding moet ik aannemen en in mijn organisatie is dat de houding. Maar goed, ik werk hier met al die mensen samen, week na week of maand na maand. Dus dat kan ook een loyaliteitsspanning opleveren. Ik eindig hier met een citaat dat uit het rapport komt van het Vlaams Vredesinstituut en dat heel goed weergeeft, denk ik, van wat de uitdagingen zijn. Het zoeken naar een gedeelde taal en visie in functie van rolduidelijkheid en respect voor elkaars opdracht en eigenheid zijn elementen die heel erg belangrijk zijn, denk ik, voor de werking van voor de goede werking van LUVC's. Tot slot, we hebben vrij recent een boek geschreven over beroepsgeheim en hulpverlening, waarvan u de mooie kaft hier ziet. Maar ter gelegenheid daarvan hebben we ook een aantal meer praktijkgerichte wegwijzers opgesteld. En eentje daarvan gaat specifiek over het casusoverleg en is ook gratis raadplegbaar op onze website van het ISR beroepsgeheim. Tot zover mijn presentatie. Dank u wel, Johan. Ook voor u kwamen ondertussen een aantal interessante vragen binnen op de chat. We bekijken daar straks welke dat we precies gaan beantwoorden, in welke volgorde. Want natuurlijk een aantal vragen raken natuurlijk ook de beleidsmatige kant van de zaak aan. En daarvoor hebben we zowel Daphne Kostes van het Agentschap Binnenlands Bestuur als Jolien Timmermans van het departement Welzijn in ons digitale huis, zal ik maar zeggen. Ik zal misschien beginnen met jou, Daphne. Kan jij ons even duiden hoe het beleid momenteel vorm krijgt? En dan kan Jolien verder het nemen. Ja, dat zal ik zeker doen. Eerst en vooral bedankt, Niels, ook voor het kwaliteitsvolle onderzoek die jij en je team hebben uitgevoerd op basis van het beleid van de voorbijgaande jaren. Ik zal dus niet lang het woord nemen. Ik ga gewoon even kort inleiden om het brede Vlaamse beleidskader te schetsen. En dan zal ik het woord doorgeven aan mijn collega die wat dieper zal ingaan op een nieuwe decreet betreffende de LEVC. Sedert 2015 voert de Vlaamse overheid vanuit haar bevoegdheden een beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisering. Ook de huidige Vlaamse regering zet dat beleid voort en heeft daarvoor op 17 juli 2020 een nieuw doelstellingenkader goedgekeurd. Dit nieuw doelstellingenkader wordt momenteel verder geconcretiseerd in een actieplan en daarin worden uiteraard ook de conclusies, de vaststellingen en de inzichten van het evaluatieonderzoek van het Vredesinstituut meegenomen. In doelstelling 5 van het doelstellingenkader wordt een plaats gegeven aan de rol van de LEVC's. En daarbij wordt natuurlijk ook een decretaal kader voorzien in functie van de optimale samenwerking en het versterken van de vertrouwensrelatie tussen de betrokken actoren. Het is de bedoeling dat aanvullend op deze juridische basis ook een draaiboek zal worden opgemaakt die concrete handvaten zal aanbieden voor de werking in de praktijk een beetje te ondersteunen. Dit kort gezegd het beleidskader en dan geef ik nu meteen het woord door aan mijn collega Jolien die wat dieper in zal gaan op het decreet zelf. Uh,
Hallo iedereen, ik ben Jolien Timmermans. Ik ben juriste bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. En ik heb bij de opmaak van het ontwerp van decreet LIDCR de pen vastgehouden. En dat is dus ook de reden dat ik hier zit, om jullie iets te vertellen over het decreet. Ik ga wel meteen beginnen met een voorbehoud. Het is op dit moment nog maar een ontwerp van decreet. Het decreet zelf is namelijk nog niet definitief. Het ontwerp is nu 3 keer goedgekeurd geweest door de Vlaamse regering. Er zijn een aantal adviezen ingeworpen. De tekst is ook al een aantal keer aangepast naar aanleiding van die adviezen. We hebben nu adviesraad van State ontvangen en we zijn in voorbereiding van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Maar zelfs daarna moet het decreet dus nog worden ingediend in het parlement en moet het parlement er zich nog over uitspreken. Dus vanuit die optiek is alles onder voorbehoud. Ik kan jullie toelichten hoe het ontwerp van decreet er vandaag op ziet, maar ik kan jullie niet garanderen dat dat binnen een aantal maanden ook nog exact in die tekst zal zijn. Waarom is er nu een ontwerp van decreet opgemaakt? Het is ook al een beetje ter sprake gekomen in de vorige toelichtingen. We beginnen bij artikel 458 ter van het strafwetboek, waar professor Put ook al een beetje dieper op ingegaan is. Dat artikel bepaalt de minimumvoorwaarden voor een casusoverleg en bepaalt dus als er een casusoverleg wordt opgericht met regelgeving, dat die regelgeving minstens 3 elementen moet vermelden. Namelijk wie aan het overleg kan deelnemen, met welke finaliteit en volgens welke modaliteiten. En dan vervolgens is de wet LIVCR doorgekomen, de federale wet van 30 juli 2018. En die vermeldt wel de finaliteit van een LIVC, namelijk het voorkomen van terroristische misdrijven. Die bepaalt zeer beperkt een aantal modaliteiten van het overleg. En dan bepaalt die ook deels wie aan het overleg kan deelnemen. Er worden een aantal deelnemers opgesomd. En dan wordt er ook nog verwezen naar de leden van de diensten van de gemeenschap en de gewesten. Die daartoe moeten worden gemachtigd om te mogen deelnemen aan een casusoverleg in het kader van een LIVCR. Idealiter zouden al deze elementen worden opgenomen in een samenwerkingsakkoord, zodat er één overkoepelend geheel is, één regelgevend geheel is vooral, waarin al die elementen worden vastgelegd. Er was ook zo'n ontwerp van samenwerkingsakkoord. Maar dan is de federale regering gevallen en is dat ontwerp ook stilgevallen. Maar ondertussen vindt er wel zo'n casusoverleg plaats binnen die LIVC's. Er nemen ook Vlaamse actoren deel, maar die hebben dus geen rechtsgrond om hun beroepsgeheim te doorbreken. Dat is een probleem en dat probleem dat komt en dat moest ook juridisch aangepakt worden. En omdat het duidelijk was op dat ogenblik dat er niet meteen een samenwerkingsakkoord zou komen, is er dan beslist om voor een decreet te gaan. Om op die wijze toch te kunnen voorzien in een zekere bescherming van die Vlaamse deelnemers. Waarover gaat het ontwerp van decreet dan precies? Dat valt uiteen in 2 stukjes. Ten eerste worden de leden van een aantal Vlaamse dienstenvoorzieningen en organisaties gemachtigd om deel te nemen aan een casusoverleg. En ten tweede worden er een aantal modaliteiten vastgelegd. Het is wel daarbij van belang om in te zien dat het hier een Vlaams decreet is. Dus dat is het is geen samenwerkingsakkoord, het is puur een Vlaams decreet, waarbij dat we dus enkel zaken kunnen regelen die onder de Vlaamse bevoegdheid vallen. We kunnen dus enkel modaliteiten vastleggen voor die Vlaamse deelnemers die gemachtigd worden om deel te nemen aan het casusoverleg. We kunnen geen regeling opmaken voor het casusoverleg in haar geheel. En dat is ook echt met de bril waarmee dat je moet kijken naar dit decreet. Het is echt een regeling in hoofde van die Vlaamse deelnemers. En het is dus ook beperkt daartoe. En doorheen de goedkeuringsprocedure kregen we af en toe wel een opmerking van ja, waarom zit dat of dat er nu niet in? En dat waren terechte opmerkingen, maar het antwoord was altijd, of meestal toch, en dat staat ook regelmatig in de memorie van toelichting, dat we dat niet hebben geregeld omdat we het gewoon niet konden regelen, omdat we er niet bevoegd toe waren. En op de slide zie je wat het ontwerp van decreet dan ja, niet bevat. Bijvoorbeeld alle aspecten rond de uitnodiging, de aanmelding, verplichtingen van de burgemeester. En ook bijvoorbeeld een algemene regeling in zaken verwerking van persoonsgegevens op niveau van het casusoverleg. Al die zaken, die moeten eigenlijk geregeld worden in een samenwerkingsakkoord. Het is dus ook echt wel nog de bedoeling dat er een samenwerkingsakkoord gesloten wordt. Maar ja, dat is een werk van lange adem. Dat zal er niet morgen of overmorgen zijn.
En dus in die zin was het toch wel nuttig dat er al een decreet kwam. Wat bevat het ontwerp dan concreet? Dus het eerste puntje is de machtiging van die leden van die dienstenvoorzieningen en organisaties. Dat valt ook uiteen in twee onderdeeltjes. Ten eerste wordt er voorzien in een nominatieve opsomming. Er worden echt een aantal organisaties, ik denk een 24-tal, gemachtigd om deel te nemen aan zo'n casusoverleg. Ik heb een paar voorbeeldjes opgenomen op de slides. Bijvoorbeeld justitiehuizen, onderwijsinstellingen, CAW's, BDAB, voorzieningen in de jeugdhulp, sportorganisaties, OCMW enzovoort. En je ziet dat het hier om een heel gevarieerde opleisting gaat. Er worden organisaties vermeld die werkelijk een hulpverlenende finaliteit hebben, zoals bijvoorbeeld een CAW of de voorzieningen in de jeugdhulp. Maar er zijn ook andere, zoals bijvoorbeeld sportorganisaties, ja, die hebben duidelijk een vrije tijdsfinaliteit. Er zijn dus organisaties met beroepsgeheim en organisaties zonder beroepsgeheim. En toch kunnen die samen in dat casusoverleg binnen een LIBC zitten. Dat is geen probleem. Het enige dat er dan bij komt, is dus met betrekking tot de geheimen die gedeeld worden op dat casusoverleg. Daarvoor geldt wel de geheimhoudingsplicht voor al die deelnemers. Zowel voor die organisaties die in een andere context wel of geen beroepsgeheim hebben. Daarnaast vermeldt het decreet ook nog een open categorie van deelnemers, de residuaire categorie. Waarom is dat opgenomen? Ja, omdat er altijd wel... Dus we hebben wel die nominatieve opleisting, maar het zou altijd kunnen natuurlijk dat voor een bepaalde casus er toch wel... dat toch wel aangewezen zou zijn dat een bepaalde organisatie betrokken zou worden bij een casusoverleg. Maar ja, dat die organisatie niet in die nominatieve opsomming... wordt opgenomen. Bijvoorbeeld omdat dat echt een heel lokale actor is die niet op andere, in andere regio's bestaat. En die open categorie zorgt ervoor dat die dan toch ook kunnen worden uitgenodigd en dat die ook kunnen worden deelgenomen. Als voorwaarde wordt ervoor gesteld dat die leden een noodzakelijke bijdrage moeten kunnen leveren aan het casusoverleg omwille van een bepaalde expertise. En daarmee wordt dan een objectieve expertise bedoeld. Bijvoorbeeld een expert in zaken radicalisering. Het is mogelijk dat om de een of andere reden toch wel echt een meerwaarde, een noodzakelijke bijdrage is dat die kan deelnemen. En ten tweede omwille van kennis van de betrokkenen. Dus dat gaat dan echt omwille van het feit dat die persoon of die organisatie ja, de betrokkenen persoonlijk kent. En dan komen we bij de modaliteiten van het casusoverleg. In het decreet worden er een aantal beginselen die eigen zijn aan casusoverleg wat ruimer uitgelegd in het decreet. Ten eerste vrijwillige deelname. Dus alle actoren zijn vrij om te kiezen om wel of niet deel te nemen. In het ontwerp van het decreet wordt wel vermeld dat als men beslist om niet mee te nemen, deel te nemen, dat men dan wel een gemotiveerd antwoord moet bezorgen aan de burgemeester. Maar die verplichting geldt niet voor vrijwilligers. Tweede, spreekrecht. Dus deelnemers beslissen zelf welke informatie ze wel of niet delen. Maar wel met die beperking dat ze enkel relevante informatie kunnen delen met het oog op de doelstelling van een LIVCR. En dat sluit ook meteen aan bij het volgende puntje. Het decreet vermeldt ook dat de rol van die deelnemers beperkt is tot de doelstelling van de LIVCR. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat er tijdens het overleg allemaal bijkomende informatie zou worden gedeeld die eigenlijk losstaat van het doel van een LIVCR. Dus een LIVC kan niet worden aangewend om zomaar allerlei informatie te delen. Die finaliteit is echt wel een afbakening van het overleg. En binnen die afbakening beslist de organisatie dus welke informatie ze wel of niet wenst te delen. Vervolgens bevat het decreet ook de mogelijkheid tot vaste afvaardiging met daar een aantal modaliteiten op vlak van geheimhoudingsplicht aangekoppeld. Maar daar ga ik nu niet dieper op in, want daar is professor Put ook al dieper op ingegaan. En vervolgens krijgen de Vlaamse deelnemers, de Vlaamse diensten, voorzieningen en organisaties ook de mogelijkheid om casussen aan te melden bij de burgemeester. En ook daar wordt een zekere geheimhoudingsplicht aangekoppeld. En dan tot slot wordt er in het ontwerp een hele regeling omtrent de verwerking van persoonsgegevens opgenomen. En hier is het echt belangrijk om in te zien dat die regeling dus enkel geldt voor die Vlaamse deelnemers. Want de Vlaamse overheid is dus niet bevoegd om op het niveau van het casusoverleg zo een volledige regeling vast te leggen.
Die regeling geldt echt in hoofden van elke deelnemer. Dus het geeft de mogelijkheid aan elke deelnemer om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wat zet er dan zoal in die regeling? Ik ga daar ook niet te diep op in, want dat is ook redelijk juridisch. Maar dat zijn zowat de typische, de noodzakelijke zaken die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld type van persoonsgegevens dat kan worden verwerkt, van welke personen er gegevens kunnen worden verwerkt, op welke manier de verwerking mag gebeuren, de rechtsgrond, de beveiligingsmaatregelen die moeten worden in acht genomen en de bewaartermijn. Daarnaast is er ook een bepaling opgenomen omtrent de beperking van de rechten van de algemene verordening gegevensbescherming. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het recht op inzage of het recht op schrapping. Die rechten zijn niet volledig uitgesloten in het decreet, maar die worden wel beperkt. En die beperking die wordt gemotiveerd aan de hand van doelstelling van een LIBC, het voorkomen van terroristische misdrijven, wat toch wel een zwaarwichtig argument is. Maar er moet dus wel bij elke uitoefening, bij elke vraag tot uitoefening van die rechten, moeten worden nagegaan of dat recht niet kan worden of die vraag kan worden ingewilligd. Dus of het echt wel noodzakelijk is om die vraag af te wijzen. Het probleem daarbij ook is het spanningsveld tussen die AWG en die rechten die men wenst uit te oefenen en de geheimhoudingsplicht. En dat spanningsveld is ook moeilijk op te lossen in een ontwerp van decreet. Dus het is ook van belang dat een samenwerkingsakkoord daaraan zou tegemoetkomen, zodat het nog duidelijker is van wat wel kan, wat niet kan, of bijvoorbeeld ook terugkoppeling naar de betrokkenen mogelijk is enzovoort, om dat echt juridisch vast te leggen. En dan tot slot wordt er ook nog voorzien in een evaluatie van het decreet. Maar dat is op dit moment ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Maar dat gaat ook nog verder worden uitgewerkt. Zo, dit is het ontwerp van decreet LIVCR in een notendop. Ik ga misschien juist eindigen waar ik mee begonnen ben. Van, dit is dus voorlopig. En we zullen zien binnen een aantal maanden hoe de definitieve tekst er dan uit. Er zijn verschillende vragen binnengekomen. Ook specifiek over het beleid, zal ik maar zeggen, en hoe je daar precies mee omgaat. Een van de zaken die terugkwam een aantal keren is over die samenstelling van die LIVC's precies. Hè. En ik moet even de vraag er nu bij pakken, maar de vraag was als volgt. Als je hoort dat die socio-preventieve actoren toch wel een belangrijke rol speelt. Is het dan niet logischer hè, om die ook meer in die driver's seat te plaatsen binnen die LIVC's? Maarten had het over die verschuiving naar meer aandacht naar oorzaken, waar ook gewerkt wordt op die oorzaken en het uitdenken van de begeleidingstraject van een betrokken persoon. En dus lijkt het de vraagsteller logisch om die sociopreventieve actoren wat meer in die driver's seat te plaatsen in plaats van die bestuurlijk politionele actor. Nu, dat is enerzijds. Anderzijds hoorden we ook Johan zeggen, ja, maar ja, je moet er ook mee opletten, want hun basisopdracht is natuurlijk hulpverlening en niet zozeer het proberen te vermijden van terroristische aanslagen. Dus ik zou misschien eerst het woord willen geven aan Maarten, of dat jij daar iets op wil reageren. Ja, ik denk, we moeten ook natuurlijk waakzaam zijn dat we niet gaan beginnen overcompenseren om het huidige probleem aan te pakken. En in eerste instantie wil ik ook wel nog eens verduidelijken. Ik heb daar de twee verschillende werelden ten opzichte van elkaar gesteld. Maar dat is niet automatisch zo dat bijvoorbeeld politie gelinkt is aan het veiligheidsvraagstuk alleen. Hè. Politie bekijkt natuurlijk de problematiek ook vanuit een integrale blik. En in die zin is het natuurlijk sowieso algemeen ook gewoon beter voorkomen dan genezen of dan bestrijden natuurlijk. Hè. Dus in die zin ook politie kijkt vaak naar het probleem als zijnde een samenlevingsvraagstuk en gaat ook op zoek naar hoe kunnen we die persoon op een ideale manier terug een plek geven in de maatschappij. En in die zin denk ik ook, binnen het samenlevingsvraagstuk moeten we ook wel oog blijven houden op het aspect rond veiligheid. We moeten juist ook, en dat is de doelstelling ook van het LIVC, om eigenlijk op al die facetten, al die levensdomeinen van een individu, een goede inschaling te kunnen maken. En daarvoor is het ook cruciaal dat er ook een veiligheidspartner aanwezig is in dat overleg, die ook een inschatting kan maken van in hoeverre is deze persoon een gevaar voor zichzelf en een gevaar voor de maatschappij. En dat is wel noodzakelijk. Dus die twee
visies rond veiligheid en samenleving of sociaal component, die moeten er wel beide op aanwezig zijn. En die instantie vind ik het ook wel logisch dat de wetgever ook gezegd heeft van kijk, we gaan die regie of die coördinatie plaatsen we bij de burgemeester en in bredere zin bij het lokaal bestuur, die uiteindelijk als evenwicht moet kunnen gaan dienen tussen dat sociale en tussen dat veiligheidsaspect. Dankjewel. Johan, wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, weet je, die regeling van het casusoverleg, 458 ter, ik had het daar straks gezegd, ja, dat was de oorsprong lag daar eerder bij initiatieven die te maken hadden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling enzovoort. En dan is dit erbij gekomen. Ik zou persoonlijk liever dat in twee afzonderlijke artikelen gezien hebben, omdat dat toch twee totaal verschillende finaliteiten zijn. En wat dit hier betreft, de LIVC's, zou ik echt zeker niet de hulpverleningsorganisaties in de driver's seat zetten, want het gaat hier over de voorkoming van misdrijven in het kader van terrorisme of criminele organisaties. Hè. Uiteraard zijn er twee werelden en uiteraard kan het samenbrengen van informatie kan voor elk van die werelden van belang zijn. Hè. Maar de essentie is hier toch wel veiligheid, denk ik, wat dit betreft. Dus als het gaat over andere vormen van casusoverleg, dan merk je dat daar een andere dimensie ook is, een andere cultuurpotentieel. En dat daar dan hulpverleningsorganisaties nog meer vragende partij zijn soms dan aanleverende partij, is zeker ook het geval. Dus ik denk dat je het case by case of soort per soort een beetje moet bekijken van wat dan de specifieke rollen kunnen zijn. En hier zou ik toch voorzichtiger zijn, want dit ligt erg gevoelig. Hè? En daar straks heeft Annelies ook gezegd van ja, er is een risico van instrumentalisering, dat de hulpverlening wordt ingezet om dossiers te solveren enzovoort. En ik denk, als we dat gaan doen, dan ga je de essentie van de hulpverlening op een bepaald moment aantasten, denk ik. Ja, denk je, dat was denk ik heel duidelijk. Er is nog een vraag binnengekomen, ook specifiek voor jou, denk ik, Johan, die wel een aantal keren geliked is, om het zo te zeggen. Een vraag in verband met advies om met spreekrecht in plaats van spreekplicht te werken. Wat als een deelnemer besluit om iets niet te delen en dit blijkt achteraf echt wel belangrijke informatie te zijn voor een partner? Hoe kan je dat proberen op te lossen? Dan is dat zo. Ja. Je moet dat aanvaarden, hè? Dat als het gaat over vrijheid van deelname en dat men keuzes kan maken om iets al dan niet te zeggen, dat dan een keer een verkeerde inschatting kan komen, dat kan gebeuren. Hè? Je moet ook al beseffen dat dit al een uitzondering is op het uitgangspunt van beroepsgeheimen. Normaal gezien, als dit er niet was, dan mocht men helemaal niks zeggen. Dus dit creëert een soort van omgeving. En dat zal een beetje met vallen en opstaan zijn. Dat zullen foutjes gemaakt kunnen zijn. Maar ja, ik denk als dat gebeurt, zou ik dat bij een volgende meeting op tafel leggen en eens zeggen van wat er gebeurd is enzovoort, zodat men daaruit leert naar de toekomst toe. Er waren wel nog een aantal interessante vragen die binnengekomen zijn over ja, hoe ga je dan om als beleid, en niet alleen met die federale wet, maar die Vlaams ontwerp van decreet. En dan kwam de vraag ook zeer specifiek, hebben we dan ook geen nood aan echt wel een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en federaal? Daphne, ik zie dat jij zichtbaar bent. Is dat iets waar jij eventueel iets over kan vertellen? Ja, het is inderdaad een feit dat het decreet er gekomen is om een aantal dingen te regelen ook betreffende de Vlaamse actoren. Maar de bevoegdheden van de Vlaamse overheid om het totaalpakket te regelen zijn natuurlijk in deze beperkt. Dus er is nog steeds een nood aan het samenwerkingsakkoord om alle modaliteiten die alle partners en alles regelt eigenlijk volledig waterdicht te kunnen regelen. Dus het Vlaamse decreet regelt al een aantal dingen rond het beroepsgeheim voor de Vlaamse actoren, maar om de modaliteiten volledig te kunnen regelen op alle vlakken is een samenwerkingsakkoord absoluut nog nodig.